Gemeenteraad eist opheldering over plan muziekgebouw. Zonnewagen TU wint Oscar voor techniek. En wie durft er van de hoge? Het noodlijdende muziekgebouw is nog altijd niet gered. Ieder jaar komt de cultuurinstelling 6 ton tekort. Wethouder Van Dorst van Financiën gaf eerder al aan geen cent extra in het muziekgebouw te steken. De wethouder zou in januari komen met een plan. Gisteren maakte hij een aantal punten uit het onderzoek bekend, maar nog steeds geen concreet reddingsplan. Ja, dat vind ik toch een beetje vervelend. Hoewel ik wel begrijp dat er zeer zware problemen zijn. Maar die problemen zijn die van deze tijd. Ik zit hier al 20 jaar in de raad en ik ken er 20 jaar de problemen bij het muziekcentrum. Dat laat ook zien dat wij gewoon niet zo snel onderuit kunnen. Dat wij gewoon met z'n allen moeten kijken hoe wij gaan oplossen. Want het is er iets. 4,3 miljoen is het een bedrag, een subsidiebedrag, hoog subsidiebedrag. En wij willen het muziekgebouw houden. Ja, dan moet het echt gewoon tijd genomen worden om samen bekijken hoe wij verder gaan oplossen. De commissie die onderzoek doet voor het reddingsplan wil extra tijd. Halverwege mei is nu de deadline. Maar dat duurt voor sommige raadsleden te lang. Die overwegen een motie tegen de wethouder. Ik vind een motie van wantrouwen vind ik ook heel erg zwaar. Tegen iemand die zeg maar volgens mij door zijn voorganger niet goed geïnformeerd is. En dat zien we nou dus toch steeds. Dat bij overdragen van de portefeuilles volgens mij de angstboodschap niet meegegeven is. Want anders had hij dat nooit kunnen zeggen. Want hij wist dat er geld bij moest. Volgens de experts kan er niet gesneden worden in het programma. Verlaging van de huur of het zoeken van extra sponsors zou een van de reddingsopties kunnen zijn, staat in het voorlopige rapport. Ook moet onderzocht worden of andere gemeenten en de provincie bij kunnen springen. Een andere optie is het zoeken van extra aandeelhouders. Voor de SP is de oplossing duidelijk. Als wij het zeggen dat Eindhoven kloppende hart van de regio is, dan vind ik dat het kloppende hart ook bloed nodig heeft. Dat het bloedstromen naar het hart toe gaat. En dat wil zeggen dat het provincie en de buurtgemeentes ook daarmee kunnen gaan helpen. Ja, dat hebben we bij de ijsbaan niet gedaan. En hebben we bij het zwembad ook niet gedaan. Daar is ook een gedeelte afgestoten. Ja, we zitten met een heel zwaar probleem te kijken. En de wethouder die vorig jaar vertelde van we lossen het op, daar komt geen geld bij. Ja, ik vanmorgen aan de krant heb ik gezegd dat hij een beetje zijn hand overspeelt. Maar die wist bij God volgens mij niet wat het dossier helemaal inhield. En het is een zwaar dossier. Dinsdag praat wethouder Van Dorst de raad bij over het voorlopige rapport. Op 15 mei hoopt de wethouder met een definitief reddingsplan te komen voor het noodlijdende muziekgebouw.